Het zijn de grote stukken voor onze combinatie, viool en cello. Maar daar kan je niet omheen om deze werk. Of tenminste, we spelen de sonate voor viool en cello van Ravel bijvoorbeeld. Dat is niet alleen een meesterwerk voor deze combinatie, maar sowieso een van de mooiste stukken eigenlijk die er bestaan. Het maken van de cd... Okay. En het feit dat we dat nu dan ook nu op het concert dan doen. Ja. Zo ontzettend vaak gaan we dat niet meer doen. Ja. Dat weten we allebei, denk ik. Dus daarom is het extra bijzonder. Ja. Heel vaak in interviews van, oh, hoe was dat nou uit een muzikale familie te komen? Ik denk, het is veel interessanter, Hoe kom je als je uit een niet-muzikale familie komt, hoe kom je dan ergens? Of tot keuzes, of tot... Dan weet je zeker dat het misschien echt helemaal je eigen wens was. Voor mij moest ik me dat realiseren of het mijn eigen wens was of niet. Dat is dan zo vervlochten met elkaar. Ja. Naar mijn idee, vanaf haar Elise 14e heb ik nooit meer enig invloed gehad op haar keuze. In die waan laten we hem graag. Ja.